Een hele goede morgen allemaal en welkom bij dit webinar, Exact RPA en ontdek hoe het werkt. Er stromen nog een aantal mensen binnen zo te zien, maar gezien de tijd gaan we lekker van start. Ik zal eerst beginnen om ons eerst voor te stellen. Ik ben Nick Lentjes, Solution Advisor bij Axians. En ik geef dit webinar samen met mijn collega Robin van den Oudrijn, Business Consultant bij Axians. Waar gaan we het vandaag over hebben? Robin zal je zo meteen even kort meenemen over Exact RPA. Wat is het? Daarnaast laat hij ook uiteraard eventjes zien in een demo-omgeving wat Exact RPA kan. We vertellen even iets korts over de aanschaf van Exact RPA. En aan het eind van het webinar is er alle tijd om jullie vragen te beantwoorden. Het duurt ongeveer een half uurtje. En jullie kunnen de vragen stellen via de question button. Ik geef kort aan jou, Robin. Yes, dankjewel Nick. Deze webinar inderdaad over Exact RPA. En met name om ook even te laten zien wat Exact RPA precies doet. Dus we gaan ook gewoon de software induiken en concrete voorbeelden geven van wat je met Exact RPA kan. De belangrijkste eigenschappen van Exact RPA is in ieder geval dat het een suite met functionaliteiten. Dus het is niet één product of één feature of één functionaliteit. Het zijn verschillende functionaliteiten waarbij we de belangrijkste hier opgesomd zien. Namelijk integratie, viewbuilder en de rules engine. En daarbij krijg je een uitbreiding op vrije velden, op verzoeken en documenten. Het biedt standaard integratie met derde producten. Denk daarbij aan HubSpot, Salesforce, Microsoft Dynamics. En waar het heel krachtig in is, is de integratie met Glovo of Glovo Plus. Waardoor die twee producten, Exact Synergy en Glovo, nog beter met elkaar kunnen samenwerken. Dat ga ik allemaal laten zien en daar gaan we ook snel mee aan de slag. Dus ik ga jullie een demo geven van de functionaliteiten vanuit de software. Wat houdt de oplossing precies in? Ga ik even schakelen naar mijn andere scherm. Ik kijk even naar Nick of mijn scherm goed te zien is. Top. We zien hier een dashboard van mijn Synergy-omgeving. Met daarin Exact RPA en de functionaliteiten. En wat wellicht het belangrijkste is tijdens deze webinar, is dat wij de functionaliteiten, of tenminste de kenmerken van Exact RPA, een beetje uit het abstracte willen halen. Als wij kijken naar Exact RPA en wat er op alle uitingen staat, zijn het deze drie kernfeatures. Namelijk het verbindt systemen, het maakt data inzichtelijk en het automatiseert processen. Maar goed, hoe ziet dat er nou daadwerkelijk in de software uit? Oftewel, hoe vertalen deze abstracte termen zich tot de functionaliteiten die Exact RPA biedt? Ga ik terug naar mijn startscherm en dan zie ik hier de drie belangrijkste pijlers zie ik van Exact RPA. Namelijk de integratie, de viewbuilder en de rules engine. En dat vertaalt zich naar de drie termen die Exact eraan geeft. Integratie heeft te maken inderdaad met het koppelen van systemen, het verbinden van systemen. Met de viewbuilder maken we data inzichtelijk en met de rules engine kunnen wij automatiseren van processen. Ik ga er doorheen lopen, dus door de drie belangrijkste functionaliteiten ga ik doorheen lopen. Af en toe wordt het wellicht een beetje technisch, maar ik zal het ook altijd proberen te onderbouwen met een praktijkvoorbeeld, oftewel hoe richt je het in aan de achterkant, maar ook wat heb ik er dan aan de voorkant, wat ziet de eindgebruiker. Als we beginnen met de integratie, dan heb ik hier dus mijn providers staan. En providers wil zeggen, dat zijn de bronnen waarmee ik kan koppelen met Exact RPA. En als ik daarop klik, dan zie je dat daar een x-aantal standaard providers staan er in RPA en zijn beschikbaar. We zien daar ERP-pakketten staan, derde applicaties. We zien natuurlijk Exact Globe en Exact Synergy, want die kunnen we per definitie aan elkaar koppelen, waardoor de integratie nog beter wordt. We zien daar andere ERP-pakketten, we zien daar andere producten, denk aan Salesforce, Business One, HubSpot,
Maar je hebt ook wat wij noemen een soort van generieke connecties. Oftewel, ik kan ook bestanden uitlezen. Ik kan koppelen met inkomende e-mails. Ik kan een database koppeling leggen door een SQL database te koppelen. Oftewel, ik kan naar verschillende bronnen die standaard beschikbaar zijn, standaard koppelingen die beschikbaar zijn binnen RPA, kan ik gaan koppelen. Nu heb ik aan de ene kant die providers en vervolgens kan ik naar die providers kan ik connecties leggen. En ik heb hier een viertal voorbeelden. Ik heb een connectie naar Exact Globe, ik heb een connectie naar Exact Synergy. Die zijn sowieso handig met RPA, maar ik heb ook een connectie naar een HubSpot omgeving en ik heb een connectie naar een SQL database. Je kan hier dus meerdere connecties vastleggen op verschillende providers. Heb ik bijvoorbeeld verschillende globe administraties, dan kan ik hier verschillende globe connecties gaan leggen. Heb ik verschillende Synergy omgevingen of heb ik een test- en een productieomgeving, dan kan ik die ook leggen. En hetzelfde geldt voor databases die ik bijvoorbeeld gewoon beschikbaar heb op mijn SQL server. Dan kan ik naar verschillende SQL databases connecties leggen om daar vervolgens iets mee te doen. Zodra ik mijn connecties heb gelegd, kan ik aangeven welke entiteiten ik wil gaan gebruiken op die connecties. Die entiteiten die heb ik hier staan. En dat wil dus zeggen dat ik topics kan aanzetten die ik wil gaan uitwisselen tussen verschillende systemen. Ik heb hier een aantal voorbeelden aanstaan. Dus ik heb voor mijn globe omgeving of voor mijn globe connectie heb ik verschillende topics aanstaan. Ik heb voor mijn Synergy omgeving heb ik verschillende topics aanstaan. En ik heb hier ook voor mijn HubSpot connectie heb ik ook een aantal topics aanstaan. Op die topics kan ik verschillende eigenschappen vastleggen waar ik niet al te veel op inga, want dat gaat aardig de diepte in qua techniek. Maar ik kan verschillende eigenschappen vastleggen op die topics die ik vervolgens kan gebruiken in mijn koppeling als ik mijn entiteiten aan elkaar ga koppelen. En dat koppelen van die entiteiten, dat doe ik hier onder het kopje koppelingen. Daar kan ik dus aangeven, ik wil, dit is een vrij eenvoudig voorbeeld waarbij ik Globe aan Synergy heb gekoppeld. Maar hier kan ik aangeven, ik wil mijn entiteit van Exact Globe, namelijk de entiteit artikel, wil ik koppelen aan mijn Exact Synergy entiteit. Ik kan daar weer een aantal kenmerken aan koppelen. Wat mag er allemaal gekoppeld worden? Wat mag die koppeling allemaal doen? En ik kan er eventueel ook filters aangeven. Dus wil ik bijvoorbeeld artikelen van Globe naar Synergy overzetten met deze koppeling, maar wil ik alleen artikelen uit een bepaald assortiment overzetten, dan kan ik een filter hierop leggen, zodat alleen die worden meegenomen. En daarnaast van belang is de mapping die ik daaraan toevoeg. En met die mapping kan ik aangeven welk veld in binnen Exact Globe hoort bij welk veld in Exact Synergy. In Exact wereld is het redelijk één op één, dus dan kan ik de velden één op één aan elkaar koppelen. Maar hier kan ik bijvoorbeeld ook aangeven, als ik wil koppelen met een derde pakket, dan zie ik hier andere eigenschappen staan. Ik heb dat bijvoorbeeld met mijn HubSpot koppeling heb ik dat gedaan. Als ik die HubSpot koppeling open, dan heb ik hier bijvoorbeeld medewerker, resource, in Hubs of in Exact Synergy heb ik gekoppeld aan de entiteit owner in HubSpot. Ja, en daar kan ik dan ook de velden aan elkaar linken. Dus dan geef ik aan uit de bron Exact Synergy zijn deze velden gekoppeld voor HubSpot. En zo kan ik dus een koppeling opzetten tussen, in ieder geval tussen Globe en Synergy. Goed, dat konden we al. Maar ook tussen Globe, Synergy en een derde pakket zoals HubSpot. Wil ik bijvoorbeeld medewerkers aanmaken in Synergy en vervolgens laten koppelen aan HubSpot, dan kan ik dat op deze manier inzetten. Dus dat is in een notendop wat de integratiefunctionaliteit doet. Dus ik kan daarmee systemen aan elkaar koppelen en ook derde systemen aan Exact producten koppelen. Door allereerst de provider te activeren, door mijn connectie te leggen, door de entiteiten aan te zetten die ik wil gaan uitwisselen en vervolgens die entiteiten aan elkaar te koppelen. Daarnaast is het kwestie van een achtergrondproces aanzetten.
En dan gaat de koppeling lopen. Gaan we verder naar het tweede belangrijke, of de tweede belangrijke feature van RPA, namelijk de View Builder. Wat dan weer slaat op de term maak data inzichtelijk. Met de View Builder kan ik op de verschillende bronnen die ik heb gedefinieerd, zoals we net ook al zagen, verschillende bronnen, databases, derde applicaties of Globe of Synergy, kan ik views maken. En een view maken wil zeggen, ik vuur een query af richting die bron en ik ga de informatie die die query mij teruggeeft, die ga ik ontsluiten via Exact Synergy. Hoe ziet dat er dan uit? Ik heb hier een aantal voorbeelden klaarstaan. Ik heb hier een view bijvoorbeeld van openstaande posten. Ik heb die gekoppeld aan Exact Globe. Het is een type SQL query en ik voer daar een redelijk eenvoudige query en voer ik uit richting Exact Globe. Er zitten variabelen in, dus ik kan aangeven, ik kan ervoor zorgen dat de view wordt opgebouwd op basis van in dit geval de debiteurencode die ik meegeef. Daarnaast kan ik die view, die kan ik beschikbaar maken binnen Synergy. Ik kan hem beschikbaar maken in een monitor. Dat wil zeggen op relatiekaarten, projectkaarten, artikelkaarten hebben wij de monitor in beeld staan. En binnen die monitor kan ik dus een button definiëren, zodat die view aangeroepen kan worden via de monitor van een kaart. Ik kan hem ook in een sectie toevoegen. Dat wil zeggen hij komt direct beschikbaar op een dergelijke kaart. Zodat ik hem gewoon gelijk kan presenteren op een relatiekaart of projectkaart. Dit is dus een view op openstaande posten. Ik heb zo'nzelfde view, die heb ik bijvoorbeeld gemaakt voor openstaande orders. En dat is dus informatie die in Globe staat, maar die ik via Exact Synergy kan ontsluiten. Dus ik hoef niet in Globe te kijken om deze informatie op te halen. Je ziet hier wederom, dit zijn openstaande orders. Er hangt een query aan, een query met een variabele. En in dit geval heb ik deze query, deze view, heb ik beschikbaar gemaakt op mijn relatiekaart in de monitor en op mijn relatiekaart in een sectie. Dat zijn de views. De views produceren dus lijsten van gegevens. Ik kan daar formatting op loslaten op die verschillende lijsten. Ik kan aangeven in welke volgorde het getoond moet worden. Ik kan kenmerken koppelen aan die kolommen. Dat ga ik zo even laten zien. Maar dit produceert dus een lijst. Met gegevens op basis van een query op een bron die ik heb gedefinieerd. Dat is de achterkant, dus hoe defineer ik de view? Hoe ziet dat dan aan de voorkant ziet dat eruit? Ik heb hier een relatiekaart. En we zien op die relatiekaart, ik heb mijn view beschikbaar gemaakt voor die openstaande orders. Ik heb mijn view beschikbaar gemaakt voor de openstaande posten, allebei in een sectie op de relatiekaart. En ik heb hem hier ook nog in de monitor beschikbaar gemaakt. En die views die werken op basis van een variabele, namelijk deze debiteurenkaart. En zo kan ik dus in één keer inzichtelijk maken wat er aan de hand is op deze relatiekaart, op deze klantenkaart. En waarin helpt dat bijvoorbeeld? Nou, als ik als accountmanager op bezoek ga bij deze klant, ik hoef niet eerst in Globe te kijken of er openstaande posten zijn, of er openstaande orders zijn. Ik kan gewoon direct inzichtelijk maken op de relatiekaart wat er aan de hand is bij deze klant. En dat zorgt ervoor dat ik minder informatie hoef op te halen. Ik hoef deze informatie ook niet over te zetten naar Exact Synergy. Ik kan gewoon vanuit Exact Synergy kijken in de verschillende bronnen. Om nog een voorbeeld daarvan te geven, die iets ingewikkelder is, maar schetst een beetje een beeld van wat ik kan met zo'n view builder. Ik heb ook een view hier op projecten staan. Ja, die query is wat ingewikkelder, maar het komt erop neer. Ik heb dit is een query op basis van work packages. Work packages heb ik vastgelegd in verzoeken in Synergy. Ik ga die informatie allemaal bij elkaar halen binnen Exact Synergy. En in dit voorbeeld heb ik ook heel wat formatting losgelaten op de verschillende kolommen in mijn view. Deze view die heb ik beschikbaar gemaakt op de monitor en als sectie op een projectkaart. En om een beeld te geven van wat toont die view dan bijvoorbeeld.
Ik heb hier mijn projectkaart. En op die projectkaart, ik heb daar de standaard mogelijkheden van een projectkaart op staan. Maar ik heb hier ook mijn view beschikbaar gemaakt. En hier zie je dus ook de formatting of de mogelijkheden die je hebt om los te laten op die verschillende kolommen. Ik kan er bijvoorbeeld een hyperlink achter hangen die het betreffende verzoek opent. Ik kan hier ook een hyperlink, die verwijst dan weer naar een medewerkerskaart. Maar wat je ook ziet is dat ik een optelsom maak van budget versus gerealiseerd versus additioneel budget en wat het resultaat daarvan is. En ik zorg er ook voor dat het resultaat gekleurd wordt. Op het moment dat het kleiner is dan 0, dat die rood wordt. En op het moment dat we positief staan, dat die groen is. Dit geeft bijvoorbeeld voor een projectleider heel veel informatie, heel veel waardevolle informatie, die hij wellicht anders moet gaan ophalen of bij elkaar moet gaan zoeken. Maar door een view te gebruiken waarbij we deze informatie bij elkaar halen en door de juiste formatting op zo'n view los te laten, kan zo'n projectleider die kan in één keer inzichtelijk krijgen wat er aan de hand is op zo'n project. Kortom, met de view builder kun je op verschillende bronnen queries afvuren en die queries inzichtelijk maken in Exact Synergy. Dit zijn voorbeelden van Exact Globe en Exact Synergy, maar denk bijvoorbeeld aan het voorbeeld HubSpot. Stel dat ik wil zien en stel dat dat wordt vastgelegd in HubSpot, Salesforce of in Mailchimp, welke relaties hebben gereageerd op een marketingcampagne, dan zou ik ook dat soort informatie kan ik met een view kan ik ophalen en kan ik ook presenteren op mijn relatiekaart. Dat is in vogelvlucht wat de viewbuilder behelst. Oftewel, we zijn net vertrokken bij de integratie, de koppelingen, het verbinden van systemen. We zijn doorgegaan naar het tweede topic, maak data inzichtelijk. Dat kan dus door middel van de viewbuilder. En tot slot, de derde belangrijkste pijler van Exact RPA is de rules engine, oftewel het automatiseren van processen. Die rules engine, met de rules kan ik ervoor zorgen dat ik allereerst een conditie specificeer, oftewel als ergens aan wordt voldaan, dan moet ik ook het volgende doen. En dat is eigenlijk de kern van eigenlijk alle eigenschappen van die rules engine. Het is altijd, ik definieer een conditie, een voorwaarde, en ik ga dan bepaalde acties doen of ik ga door naar de volgende conditie. Hoe ziet dat eruit? Ik heb hier een voorbeeld van een rule en die rule die zorgt ervoor, zie je hier schematisch weergegeven, die rule die zorgt ervoor dat op het moment dat ik een HR in dienstproces start of een HR change maak, dat er de juiste acties worden uitgezet naar binnen Synergy. En het praktische voorbeeld is heel simpel. Ik geef in een verzoek aan dat iemand recht heeft op een laptop of een mobiele telefoon of een auto. Dan zorgt deze rule ervoor dat bij het aanmaken van het verzoek, dat er daarop volgende verzoeken ook worden aangemaakt. Dus het verzoek voor de wijziging, die is voor HR, maar er moeten acties uitgezet worden naar de afdeling facilitair of iets dergelijks, zodat er een laptop wordt klaargemaakt of een telefoon wordt klaargelegd. En daarvoor zorgt deze rule. Hoe steekt zo'n rule in elkaar? Het is altijd dat er eerst een conditie wordt gespecificeerd. En deze is vrij simpel. De conditie is, het request type is van een bepaald type, oftewel HR change. Als die daaraan voldoet, gaat die door naar de volgende fase. En dat zijn de child condities die je hier ziet staan. En in een flow weergegeven ziet dat er als volgt uit. Hij gaat dan door naar de volgende stap. Ook hierin doet hij bepaalde checks. In deze rule checkt hij, bestaat dat mobiele telefoonverzoek niet al voor deze klant? Of voor deze medewerker, excuus. Zo nee, dan stopt hij hier. Zo ja, dan gaat hij door naar de volgende stap. Dan gaat hij het mobiele telefoonverzoek aanmaken. En zo kun je verschillende rules met verschillende condities, oftewel verschillende voorwaarden, aan elkaar koppelen. Ik heb hier het aanmaken van het mobiele telefoonverzoek. Nou, daarvan is de conditie, is dat hij kijkt naar een bepaald verzoek en hij checkt of er een vrij veld, in dit geval een ja-nee veld, op 1 staat. En dat is dan aan de achterkant. Aan de voorkant is dat dus een kwestie van, staat er een vinkje bij mobiele telefoon in dit verzoek?
Zo ja, dan gaat hij een actie doen van het type create. En die actie staat hieronder gedefinieerd. Wat gaat hij dan doen? Hij gaat een verzoek aanmaken. En welke velden ga ik dan meegeven vanuit mijn eerste rule of mijn tweede rule? In ieder geval van de informatie die ik heb opgehaald op basis van deze rules. En dat resulteert dus in een dergelijke flow. Waarbij ik verschillende rules aan elkaar heb gekoppeld. En elke rule heeft een voorwaarde en vervolgens een actie. En waar het zich dit dan in uit is, hij checkt, is er een verzoek van het type HR change? Is er een mobiele telefoonverzoek? Zo nee, dan ga ik die aanmaken. En als ik hem heb aangemaakt, schrijf ik dat verzoek terug naar mijn originele verzoek. Dit is hoe de rules zijn gedefinieerd. Hoe ziet dat er dan in de praktijk uit? Ik heb hier een aanmaken HR-wijziging. Die is van een bepaald type. En dat type dus stond gedefinieerd in mijn eerste rol. Dus als ik hier een wijziging aanmaak voor een bepaalde medewerker. En we zagen, hij triggerde op de ja-nee velden. Als ik dit soort velden ga aanvinken. Dus ik geef aan, deze medewerker heeft recht op een telefoon, een bedrijfsauto en een laptop. En ik maak dit verzoek aan. Dan gaat mijn rule, die gaat vervolgens af. En op het moment dat mijn rule afgaat, je ziet ook, heeft hij gelijk de verzoeken niet alleen aangemaakt, maar ook weer teruggekoppeld aan het originele verzoek. Dat is één voorbeeld van wat een rule kan doen. Ik heb hier nog een tweede rule staan. Die is wat eenvoudiger, namelijk eigenlijk twee stappen. Die checkt op openstaande klachten. En zijn eerste voorwaarde is in dit geval, is het een relatie van het type C, oftewel klant, in Exact Synergy. Is daar sprake van? Dan gaat hij door naar de volgende stap, de volgende rule. En wat hij daar doet, is een iets ingewikkeldere query. Maar het komt erop neer, hij checkt of er verzoeken zijn van het type 9029. Dat is mijn klachtenverzoek. En of dat er meer dan nul zijn, oftewel zijn ze aanwezig. En in dit geval heb ik er niet zozeer een actie aan gekoppeld, maar ik heb er een type notitie aan gekoppeld. En ik kan vervolgens zelf mijn notitie definiëren. Namelijk, die klant heeft een of meer openstaande klachten. En ik heb daar nog een hyperlink achter hangen, zodat je de klachten direct kan openen. Dat wil dus zeggen dat als ik een relatiekaart open, in dit geval een klant, die openstaande klachten heeft. Mijn rule die gaat af en die zegt, deze klant heeft een of meer openstaande klachten. Oftewel de melding die ik heb gedefinieerd. Ik kan er nog een hyperlink achter hangen. Dus ik kan ook zien welke klachten dat dan zijn. Dan opent hij een zoektemplate op de achtergrond. En die kan ik zelf definiëren. En zo kan ik ook zien welke klachten er dan openstaan bij deze klant. Dat is een voorbeeld. Nou ja, dat zijn twee voorbeelden van een rule. Ik heb hier nog een derde rule staan. Die is bijvoorbeeld bij het aanmaken van een nieuw supportverzoek. Ga ik de klant informeren. Wederom hetzelfde. Er is een conditie. Een verzoektype moet van een bepaald type zijn. En hij moet nieuw zijn. En als die daaraan voldoet, gaat die door naar de volgende stap. Dat is klant informeren. En in dit geval heb ik daar een e-mailstap aan gekoppeld. En ook hiervoor geldt, ik geef dus aan, er moet een bepaalde actie gebeuren. Ik ga een e-mail aanmaken en ik kan zelf die hele e-mail definiëren, ook met de variabelen die ik al heb opgehaald van het supportverzoek. Dus dat is wat de Rules Engine doet. Altijd op basis van een conditie wordt er een bepaalde actie uitgevoerd. Ik zie dat ik al uit tijd aan het lopen ben, maar er is heel veel over te vertellen en ik kan eigenlijk voor elk topic wel enorm de diepte ingaan. Maar we zitten aan een bepaald tijdsbestek gebonden, dus wat ik wil gaan doen is even het woord teruggeven aan Nick voor de afsluitende slide. En dan is er eventueel nog tijd voor een aantal vragen. Zeker, bedankt Robin. Nog een aantal eigenschappen wat betreft Exact RPA. Het is een volledig geïntegreerde oplossing binnen Exact Synergy. Daarbij heb je ook onbeperkt triggers, views en connections. De oplossing is alleen verkrijgbaar in een subscription model.
Daarbij is het een basisprijs van 13 euro per user per maand. En dat geldt dan ook voor alle Synergy users. Dan is er uiteraard nog wel een stapverkorting bij een groter aantal users. Nou ja, mocht je daar meer informatie over willen ontvangen, neem dan contact met ons op. Nou ja, we hebben nog een aantal minuten voor vragen. Ik zag er tussendoor wel eentje binnenkomen, maar stel ze gerust uiteraard. Ik kreeg een vraag binnen, kan je ook triggeren op de gelopen data? Ja, dat is echt wel een belangrijke, mooie feature van Exact RPA. De triggers die ik had gedefinieerd, die ik heb laten zien, zijn vooral op Synergy. Maar je hebt ook de mogelijkheid om zelf de triggers te definiëren, maar dan op globale data. Bijvoorbeeld bij het aanmaken van een factuur, het filteren van een order. Ook daar kun je triggers opzetten en kun je vervolgens acties definiëren. Dus ja, dat kan. Oké. Even kijken. Andere vragen binnenkomen. Zo te zien niet. Dus ik denk dat het hartstikke duidelijk was, Robin. Bedankt in ieder geval voor jouw demonstratie. Mochten er nog vragen komen, schroom niet om uiteraard contact met ons op te nemen. En ja, voor nu wil ik jullie alvast hartstikke bedanken voor jullie aanwezigheid. En uiteraard een fijne dag nog gewenst. Yes. Dankjewel.